bestaat uit twee onderdelen, namelijk een webomgeving waar het spel wordt gemaakt en de mobiele telefoon waarmee het spel wordt gespeeld. Uniek aan Games Atelier is dat het op locatie gericht is. Dus het is gebaseerd op de leefomgeving van de school, van de leerlingen zelf. Bijvoorbeeld hier hebben we 3 weken geleden een pilot gedaan, hebben we hier in de omgeving gedaan in de stad Middelburg. En wat hier niet op staat, maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat de leerlingen dus zelf naar buiten gaan om informatie te krijgen over hun omgeving. En vaak is dat binnen een bepaalde context. Hier stond bijvoorbeeld het vergeten bombardement centraal bij het maken van een game. Maar ik heb gisteren ook een game gemaakt, of nou ik niet zelf, maar leerlingen over geluidsoverlast in Amsterdam. En we hebben ook een keer bijvoorbeeld met het thema duurzaamheid gedaan voor natuurmilieu-educatie. Er zijn dus verschillende contexten waarbinnen dit soort games kunnen worden ontwikkeld door de leerlingen. En er kunnen ontzettend veel verschillende soorten games worden gemaakt, omdat elke omgeving ook verschillend is. Er wordt gebruik gemaakt van Google Maps. En we hebben zelfs internationale projecten gedaan, bijvoorbeeld tussen Brazilië en Nederland en tussen New York en Amsterdam. Dat zal ik later nog heel veel laten zien. Maar daarmee bedoel ik aantonen, het kan overal worden gespeeld, omdat het afhankelijk is van de locatie. Games Atelier is gebaseerd op frequentie 1550. Heeft een van jullie daar wel eens van gehoord? Het is onder andere op het NOS Journaal geweest, en omdat er ontzettend veel onderzoek naar is gedaan. Er is 3 jaar geleden onderzoek gedaan in Amsterdam, met ongeveer 500 leerlingen. 10 leerlingen hebben frequentie 1550 gespeeld. En dat is, om even duidelijk te zijn, een games atelier, maar dan met een andere naam. Dus het is eigenlijk gewoon een games atelier game. Een spel dat met games atelier is gemaakt. De naam frequentie 1550 betekent eigenlijk dat het gaat om een game dat zich afspeelt in 1550. In het jaar 1550 in Amsterdam. Er waren dus 10 kinderen die dat spel gingen spelen. Of 10 klassen, sorry. En 10 klassen die dezelfde stof kregen, maar dan binnen reguliere lessen. En daaruit is gebleken dat leerlingen die frequentie 1550 hadden gespeeld, verhoogde motivatie hadden. Dit kwam omdat ze met internet aan de slag gingen en met mobiele telefoons. En ja, dat sloot aan op hun eigen leefomgeving, eigen leeromgeving. En daardoor waren ze gemotiveerder om met de les aan de gang te gaan. En ik denk ook dat er meer feitenkennis was opgedaan, omdat uiteindelijk is er een toets afgelegd. En de leerlingen die frequentie 1550 hadden gedaan, hadden significant meer vragen goed dan de leerlingen die het via reguliere lesstof hadden opgenomen. En overigens zit er in de folder ook een overzicht van het onderzoek naar frequentie 1550. Bij de ontwikkeling van Games Atelier hebben we ontzettend veel rekening gehouden met onze doelgroep, namelijk de leerlingen zelf. Wat vinden zij leuk bij het maken of het spelen van een game? Binnen Games Atelier zijn er verschillende spelgenres. Het houdt in dat het ene spel wat moeilijker is te maken en te spelen dan het andere spel. En dit is onder andere ook ontstaan omdat bepaalde leerlingen, de meeste leerlingen eigenlijk het hartstikke leuk vonden om een soort concurrentie te hebben met elkaar. Dus er zijn bepaalde spelgenres waarbij dat niet van toepassing is. Waarbij leerlingen dus allemaal één game spelen, maar ze eigenlijk moeten samenwerken om het spel uit te spelen. En er zijn ook games waarbij ze juist tegen elkaar moeten strijden, waarbij ze bijvoorbeeld punten van elkaar kunnen afpakken, dat soort dingen. Nou, dat sprak hun heel erg aan, vandaar dat we ook die genres hebben ontwikkeld. Ik zal straks laten zien hoe een spel kan worden gemaakt en dan zal ik ook even toelichten welke genres dat precies zijn die gespeeld kunnen worden. Nou, waarom wij met Games Atelier aan de slag zijn gegaan, waarom wij Games Atelier hebben ontwikkeld. Het sluit dus aan bij de belevingswereld van jongeren. Ik vertelde het net al, het spreekt eigenlijk wel voor zich. Jongeren hebben een hele hoge mate van mediagebruik. En er zijn ontzettend veel onderzoeken gedaan waarbij dus uitkomt dat jongeren
in hun vrije tijd ontzettend veel gebruik maken van media, maar wanneer ze op school zijn dat helemaal niet doen. En onze bedoeling is ook om dat een beetje gelijk te stellen met elkaar, zodat ze wat verhoogde motivatie hebben om de les terug tot zich te nemen. Er is steeds een verhoogd leereffect waargenomen bij het onderzoek. Er wordt trouwens ook een onderzoek naar Games Atelier gedaan voor het komend schooljaar. Dan wordt ook getest welke genres bijvoorbeeld een verhoogde leereffect hebben dan andere genres. Verschillende leerstijlen kunnen daarom ook aan bod komen. Er wordt vaak in groepjes samengewerkt aan het maken van een spel, waarbij ze dus in een groepje samen informatie gaan verzamelen over de omgeving, samen naar buiten gaan om bepaalde informatie over de omgeving door middel van foto's of video's vast te leggen. En uiteindelijk ook om samen het spel te spelen. Daardoor leren ze ook goed samenwerken en komen er verschillende leerstijlen aan bod. En tenslotte de verhoogde motivatie, dat heb ik ook al genoemd. Aan Games Atelier ligt eigenlijk het idee ten grondslag dat de locatie van leer is dan alleen een plek. We hebben met name veel geschiedenisprojecten gedaan, waarbij leerlingen dus werden geacht om zich te verdiepen in de geschiedenis van bepaalde locaties. En, het pilot die we hier hebben gedraaid over het vergeten bombardement in Middelburg is daar een heel mooi voorbeeld van. Omdat leerlingen zich nu veel bewuster zijn van hun omgeving eigenlijk. En een bepaald gebouw niet meer zien als gebouw. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Het is wel mooi. In plaats daarvan hebben ze nu zoiets van maar daar is vroeger dit en dit gebeurd. En ze verrijken eigenlijk, hoe wij het zien, de locatie met bepaalde foto's en opdrachten. Omdat ze, als ze met hun mobieltje bij die plek komen en er zijn vragen over die plek gemaakt binnen de game, dan kunnen ze dus die informatie tot zich nemen als ze bij die plek zijn. Mag ik vragen hoe oud de leerlingen ongeveer zijn? Dat verschilt enorm. We hebben met basisschoolleerlingen gewerkt, met name groep 7 en 8. Met middelbare scholieren, HAVO, VWO, maar ook met hoger onderwijs. Ze kan het eigenlijk overal toepassen? Eigenlijk wel, maar dan is het dus weer die verschillende spelgenres waar rekening mee wordt gehouden. Bij basisonderwijs maken we eigenlijk voornamelijk gebruik van de makkelijkste spelgenre, en dat is freeplay. Daar liggen alle opdrachten voor het grijpen in de omgeving. Tot en met een adventure waarbij je bepaalde leerlingen rollen krijgen. En wat ook zo is dat we vaak basisschoolleerlingen alleen het spel laten spelen in plaats van het spel ook te laten maken. Dat is ook een overweging die gemaakt kan worden. Ja. Als er nog meer vragen zijn, trouwens.